Ja, ik schrok heel erg. Want ik besefte toen ik fietste, ik denk, nou ja, ik krijg godsamme, ik krijg niet slecht. Ik weet dat ik makkelijk die trui zou kunnen behouden en lang kunnen dragen. Maar dan moet ik tegen Merckx fietsen, ja, dat kan ik niet doen. Iedere amateur weet het. Nooit, maar dan ook nooit, fiets je in een gele trui. Dat verdienen alleen de grootste der aarde. Rijden in de leiderstrui van de Tour de France. Jan Jansen deed het. Joop Zoetemelk deed het. Maar ja, zij wonnen de Tour. Wat nou als ik je vertel dat in totaal liefst 17 Nederlanders het geel droegen? En stuk voor stuk hebben ze hun eigen bijzondere verhaal. Ook al duurde voor één van hen het gele geluk maar heel kort. Ik denk dat ik een jaar of 12 was dat ik voor de eerste keer begreep dat ik wielrenner wilde worden. Het was op de lagere school dat de oom van de school vroeg, wat wil jij later worden? En ik dacht van, nou ja, ik zeg gewoon dat ik wielrenner wilde worden. Ik denk dat ik met mijn 17e, 18e jaar begreep van, nou, als ik nou een basis leg en een fundamentje leg op basis van training, en dan kan ik er wel komen. En zo is het ook gebeurd. Rini Wachtmans is eind jaren 60 een van de grote talenten van het peloton. Als jonge twintiger haalt hij het podium in de Ronde van Spanje en eindigt hij als vijfde in de Tour de France. Iedereen voorspelt een glansrijke carrière als kopman van een belangrijke ploeg. Behalve Rini zelf, die wil eerst nog een jaartje in de leer, bij de meester zelf. Ik besefte dat ik, wanneer ik iets wilde, ook moest leren baas zijn. Want baas zijn kun je niet zomaar gewoon, of je moet een natuurtalent zijn. Maar ik wilde zien hoe hij die Merckx zijn ploeg eigenlijk managede en liet besturen. Door zijn ploegleider en door de mensen die erbij waren. En dat moet je leren. Dat Wachtmans wielrenner wordt, is niet verrassend. Hij wordt geboren in het Brabantse Sint-Willebrord. Het wielerdorp van ons land. Van de 17 Nederlandse gele truidragers komen er maar liefst 4 uit de geboorteplaats van Wachtmans. Daaronder ook zijn neef Wout Wachtmans en zijn buurman Wim van Est. Zij zijn een voorbeeld voor de kleine Rini. De Tour van 1971 komt steeds dichterbij. En steeds meer ploegen maken hun deelnemers bekend. Ondertussen heeft Wachtmans nog niks gehoord van de leiding van Molteni. En Merckx moest natuurlijk mensen hebben waar die voor 100% zeker voor hem fietsen. En bij mij was je niet zeker, denk ik. Ik denk dat je aan mij twijfelde of dat ik wel loyaal genoeg was om in moeilijke momenten ook voor hem te fietsen. En dat is ook omdat ik zelf ook een klassementsrenner was en heel goed wist dat ik bij de eerste 5 kon fietsen als ik voor mezelf gefietst zou hebben. Pas enkele dagen voor de start van de Tour krijgt hij goed nieuws. Hij mag naar Frankrijk. De Tour begint met een ploegentijdrit. De Molteni's starten uitstekend. Die wonnen wij, ja. Ja, de Molteni-ploeg die fietste, ik geloof, meer dan 50 per uur. En de ploeg die pakte de winst in de proloog. En ik heb mijn best gedaan. Zo komt Merckx al na 1 dag in de gele trui. Daarmee houdt hij zijn ultieme droom in leven. Hij wilde van de eerste tot de laatste dag in het geel rijden. Hij had er de vorm en hij had er de wil voor. En als je de wil en de vorm hebt, dan heb je alleen nog een beetje geluk nodig. De volgende dag wacht het peloton een bijzondere opgave. Maar liefst 3 etappes, nog nooit vertoond. Het eerste deel gaat richting Basel en eindigt zoals verwacht met een massasprint. Het echte spektakel komt pas na afloop. Er kwam in één keer een Levitin met Beauvais naar boven.
Wij zaten op een bovenverdieping, tweede verdieping. En Merck zegt, leg die gele trui maar op die stoel, want ik hou de mijne eigenlijk aan. Hij zegt, no. C'est pas pour vous, hè. C'est pour monsieur Wagmans. Merck zegt, voor monsieur Wagmans? Hoe is dat mogelijk? Hij zegt, ja, hij was eerder over de meet dan jij. Ik weet niet of ik als 20ste een punt kreeg, maar omdat ik dan korter stond in het puntenklassement en dezelfde tijd had als Merckx, kreeg ik de gele trui. Merckx is woedend. Volgens hem worden er vuile spelletjes gespeeld door de bazen van de Tour. En daardoor is zijn droom uiteengespat. Wachtmans kan er volgens hem niets aan doen. Hij zegt vooraf tegen hem, Rinus, geniet ervan, want het is niet niks om in die gele trui te rijden. Toch weet Wachtmans dat er maar één ding te doen staat tijdens die tweede etappe van de dag. En dat is om het geel weer zo snel mogelijk kwijt te raken. En dat doet hij met een plan, hier, op de Col de Noodschrij. Er komt een klimmetje. En dan laat je je naar achteren rijden en je kijkt of dat er een groep lost of dat je zelf lost of noem maar op. Maar ik wilde een kilometer bij wijze van spreken in ieder geval weten dat ik eraf ging. Dus dat ik niet in dezelfde tijd binnenkwam. Julia Stevens zegt tegen mij, Allah maar gevliegd, rijd er naartoe. Ik zeg, nee. Nee, ik heb echt gedaan om 's avonds niet aan tafel te zitten met de gedachte dat Merckx iemand had die de trein van hem afgepakt had. Dat ging helemaal niet. Na 2 uur, 26 minuten en 28 seconden komt de kopgroep over de finish in Freiburg. Daarbij is ook Eddy Merckx. Wachtmans komt ruim een minuut later over de streep. Hij is dan officieel zijn gele trui kwijt. En zo per ongeluk als hij hem kreeg, zo bewust verliest hij hem dus weer. In totaal rijdt Wachtmans slechts 90 kilometer in het geel. Het korte succes is symbolisch voor zijn carrière. Al op 26-jarige leeftijd moet Wachtmans stoppen met fietsen. Hij heeft hartproblemen. Ja, ik durf zonder enige schroom te zeggen dat ik in de jaren nadien een goede klassementsrenner had kunnen worden. En vaak had mee kunnen doen voor de eerste prijzen. We zullen nooit weten hoe ver Wachtmans het zou hebben geschopt. Maar die gele trui, die pakken ze hem nooit meer af. Ik heb hem ingepakt in kranten en in een... plastic zakje en ik heb hem in mijn koffer gedouwd. Ik denk, daar komt nooit niemand meer aan. Ik had hem liever een keer anders verdiend. Ik had hem liever verdiend met echt koers, maar ik heb hem nog natuurlijk. Want ik ben er ook zo trots op als een apen.